Na de wedstrijd van gisteren tussen SC Heerenveen en FC Groningen zijn supporters met elkaar op de vuist gegaan. Daarbij zijn zeker 3 gewonden gevallen. 2 mensen zijn neergestoken, een ander is met een fikse hoofdwond in het ziekenhuis opgenomen. Om 4:15 is er een melding binnengekomen dat er op een nieuwe straat in het stamcafé van Sportclub Heerenveen, dat daar ongeregeldheden waren, dat er een confrontatie was tussen FC Groningen supporters en Heerenveen supporters. Hoe heeft de confrontatie plaats kunnen vinden? Dat weten we dus niet. We denken dat ze bewust de confrontatie met elkaar hebben opgezocht. Hoe dat precies is gegaan, dat zijn we op dit moment nog aan het onderzoeken. Maar dat er een vechtpartij is ontstaan met ongeveer een 70, 80 personen onderling, is behoorlijk hectisch geweest. En wat zijn de verwondingen van de Heerenveen supporters? Nou, er zijn 3 Heerenveen supporters zijn gewond geraakt. Die zijn gestoken met een mes, zoals het nu blijkt. En de andere die heeft een fikse hoofdwond opgelopen. Alle 3 personen zijn het ziekenhuis overgebracht. En daar zijn ze behandeld en ze mochten gelukkig na behandeling weer huisarts keren. De verdachten zijn kort na het voorval aangehouden. Er zijn, op dit moment zijn er 4 mensen aangehouden. 2 inwoners van Groningen, een man uit Hogeveen en een man uit Hoge Zand. Deze mannen die zitten vast en die worden verdacht van open geweldpleging, poging doodslag of poging zeer zware mishandeling. Dat zijn mensen die echt te maken hebben gehad met voetbalgerelateerd geweld. En ja, dan kregen we ze dus ook later pas naar aanleiding van kentekens en getuigenverklaringen, kregen we de mannen in het zicht. En hebben ze op een A32 hebben ze aan kunnen houden. Zitten de verdachten nog steeds vast? Ja, zeker. Want het zijn ernstige misdrijven die gepleegd zijn. Openlijke geweldpleging. Het zijn misdrijven waar voorlopige hechtenis is op toegelaten. Houdt in dus dat we ze langer vast kunnen houden. De politie is druk bezig met het onderzoeken van het incident. Ze zijn op zoek naar beeldmateriaal. We zijn nu bezig met een buurtonderzoek te doen. We zijn bezig met getuigenverhoor. Maar wat ook heel belangrijk is, dat de mensen misschien wel beelden hebben gemaakt van de ongeregeldheden. Nou, we vragen deze mensen toch met nadruk om deze beelden voor het onderzoek aan onze beschikking te stellen. Dat kunnen ze doen via een meldingsformulier en dat kunnen ze vinden bij politie.nl. Als ze op Heerenveen zoeken en ze zoeken op het persbericht van de ongeregeldheden in Heerenveen, dan krijg je een meldingsformulier, je klikt het aan en dan kun je beeldmateriaal in uploaden.